die ook niet het hele seizoen gaat rijden. Want ook hij wil de maasstart op World Cup niveau gaan rijden. Ja, hier de mannen die worden opgesteld. De laatste informatie krijgen ze van Nelly Schouten. En u ziet het, geen oranje pak. Dat betekent dat Bart Swings er niet is. Nee, die zullen ze toch voorbereiden op de lange baanwedstrijden waarschijnlijk. Ja, maar dat hebben meer mensen gedaan. Je ziet Irene Schouten, die was er net ook niet bij de dames. Nee, maar een Jorrit Bergsma reed een hele goede tijd. En die reed 6.43, nou is dat natuurlijk gewoon Joost, die komt hier natuurlijk, jij komt hier uit de buurt vandaan. Dat, ja, iedereen spreekt me aan. Ja. Geweldig. Dat is wel grappig. Ja, dan is het Bart Holwerf, de man van AB Vakwerk, die in het wit rijdt. Beste jongeren. Maar loze ronde. Maar ik vertelde over Jorrit Bergsma, die reed 3.43. En we spraken met Jorrit Adema en die zei ja, de tijd. Hij zegt, maar ik was vooral tevreden over de race die hij heeft gereden en de manier waarop. Nou, dit is dan grappig, want onze computer registreert de chip van Bart Holwerf niet. Oh, hij zal er toch wel om hebben, hoop ik dat gewoon. Mag ik hopen, want anders is het gewoon einde wedstrijd. Ik zie ze niet. Dat, of hij heeft zijn batterij niet opgeladen, hè? Ja, wie weet. Ja, maar dat kan niet meer, want terwijl de collega van AB Vakwerk meteen vandoor gaat. Nou, laten we het niet hopen. Niels Overvoorde, dat is ook een bekende van jou, hè, Niels? Ja, Niels heeft ook bij ons getraind en bij het Groene Hart Nederlands kampioen geworden. En die heeft het goed doorontwikkeld. Nou, en hij heeft het goed naar zijn zin bij AB. Ja, jongen natuurlijk die klassementen kan rijden, week in, week uit gewoon goed zijn. Ja, en op natuurreis natuurlijk weer wat laten zien, podium gereden. En het is een hele rustige jongen en je kunt er heel goed bij hebben. Maar hij rijdt ook nog gewoon in het jongere klassement. Ja, hij is nog heel jong. Ja, de volgende man die zich hier net even meldde was Jouke Hogeveen. Die heeft ooit de meest bizarre finish hier in Den Haag ooit gehad. Die dacht al dat hij had gewonnen, die stak zijn hand al in de lucht. Ja. En toen kwam Arjan Stroetinga nog even onderdoor met ongeveer een puntje van zijn schaats. Inderdaad, ik had het toevallig een paar weken geleden nog over een Erfurt. Ik zeg, weet je nog, ja, dat was niet zo handig voor mij. Want, maar goed, hij heeft gelukkig nog wel een hoop daarna gewonnen. Maar dit was toch wel heel, was zuur. AB Vakwerk, AB Direct. De andere Holwerf die zich nu meldt. Ja, alle bladen, iedereen heeft erop geschreven. 3 Holwerfjes en 1 ploeg. Nou ja, Holwerfjes. Sommige zijn bijna 2 meter. Inderdaad, lengte hebben ze wel. Dus ze kunnen alle 3 winnen. Ja. Kijk, er gaat er eentje onderuit. Van PGM Steeman Viking. Die zal, die heeft gelijk een nat pak. Ja, die moeten snel proberen terug te komen. En gelukkig is het ijs nog wat vochtig, anders glijdt het helemaal niet. Want het is 18 graden. Ja, het is Mark Middelkoop die dit was, die was gevallen. Laat bij de ploegen komen. En Koert is daar als trainer aangetreden. Koert Wubber. Ja, Koert Wubber. Nou, Marco van der Tuin. Goed optreden vorig jaar en daardoor mocht hij ook, of tenminste mocht hij, is hij ook naar een andere ploeg gegaan. Vorige week werd hij 19e. Willem Holwerf nu aan de leiding. En zo lijkt het erop dat de mannen van AB Vakwerk in het begin toch wel het initiatief in de wedstrijd willen nemen. Met de man met nummer 14, Marcel van Lam. Ja, die altijd aan wil vallen.
ja, maakte een verrassende overstap. Over Quest. Ja, ik had eerst gerucht gehoord dat hij zou stoppen. Maar ik heb het al 2 keer aangekondigd. Ja, hij gaat toch gewoon weer door. Ik kan me een wedstrijd in Alkmaar herinneren dat er een complete fanploeg stond met spandoeken en alles. En toen zei hij, ik ga toch nog door. En mooi, want het is gewoon natuurlijk een geweldige rijder in het peloton. Ja, absoluut. Volgens mij als hij stopt met schaatsen, dan blijft hij toch sporten. Want hij is altijd bezig. Ja, en werkt ook in de sport, hè? Ja. En ik vind technisch ook wel verbeterd, hoor, de laatste jaren. Ja, dat was heel belangrijk in de OK Fishing ploeg. Als een vorm van ijskapitein. Het is breed gewaaid. Maar 2 mannen. Joost, je bent hier veel op de ijsbaan. Wat voor omstandigheden zijn dit? Ik moet zeggen, voor ja, wat ze hier kunnen maken. Ze maken echt, doen echt goed de best om een goede ijsvloer te leggen. En hij is veel vlakker dan een aantal jaren geleden. Ja, maar toen kon je zelfs een bergprijs hier uitreiken, hè, naar een wedstrijd. Ja, inderdaad, want het was een aantal jaren terug. Dat is alweer heel tijd geleden, hoor. Dat waren andere dwelmachines. Ja, dan ben je gewoon in de bochten gelanceerd. Maar nu is die gewoon vlak. Dus dat is gewoon een hele vooruitgang. Het ijs is veel schoner. En ja, ze doen er in ieder geval wel alles aan. Maar het is ook 18 graden. Dat wel. En er ligt toch ijs. Ja. De ijsbaan van Alkmaar was gesloten, Lars. En ze hebben ook windnetten in de bochten gehangen. En waardoor ze het ijs gewoon veel langer erin kunnen houden. We zien weer de man van AB Vakwerk, Willem Holberg met Remco Schouten. Danny Stam was vorige week ziek, daarom moest hij er ook uit. Hij viel hem ook niet fit. Casper de Gier erbij. Marco van der Tuin, Jorrit Bergsma. Ik zei het al, die reed ik 3:43. Dat is toch een tijd, hoor. Ja. Ja, Sven Kramer reed 3:40. Ja, dat was niet veel verschil, toch? Nee. Ja. En zeker niet op deze afstand van 3 kilometer. Ja, en het is wel grappig, Remco Schouten die heeft ook overstap naar wielrennen gemaakt. Die is naar Vlasman gegaan. Ja, maar dat wordt semi-prof, hè? Ja, en, maar hij is hier toch lekker actief. Ja, ook cool. Je kan natuurlijk mooi combineren. Ja, maar ook laat bij de ploegen komen. Ja, want bij de belofte zei Björn Bakker. En dat zijn volgens de ploeggenoten bij Vlasman. Ja. En Björn Bakker die reed echt een hele grote erelijst. Zeker, ja. En kijk, hier rijdt Christian Hoekstra van PGM Bakker, Steenman, Viking op kop. Ja, afkomstig van AB Vakwerk. Ja. Ik denk nu de langste man uit het peloton. Ik weet het wel zeker, hij is 2,04 meter. Hij was toevallig van de week nog bij hem om zijn schaatsen wat te benden. Doe je dan nog veel voor rijders? Heel af en toe, maar ik mocht er eigenlijk niet aan zijn schaatsen komen. Hij heeft het zelf gedaan, hij heeft alleen materiaal geleend. Oh. Dus ik weet niet hoe groot het vertrouwen nog is, maar zijn vriendin heeft in ons een paardje staan op de stal. Dus, kijk. Dus ik zie hem wel vaker. Pau Select, ook een ploeg die ambitie heeft met Kevin Hoekstra. Vorige week natuurlijk gewoon keurig vierde. Veel jongsters, maar toch een ploeg met ambitie, hè? Met meneer Jouke Hogeveen er ook nog in. Ja, absoluut. Ik heb die jongens zien trainen in Erfurt. En er zitten een paar goede jongens bij. Vooral die jongen van Haasjes. Dat is echt een klasbak. Die echt een flyer. En Bert-Jan en zijn collega, ik ben even zijn naam kwijt. Maar die doen Piet Hielkema. Ja, Piet Hielkema. Die doet echt, die zijn er serieus mee bezig. En, ook bij de belofte hebben ze een paar aantal goede jongens rijden. Dus die zijn goed bezig. Ja, gaan we nu 9 man weg, hè, met Kevin Hoekstra, Shooter net op, hij erbij. Niels Overvoorde erbij. En Arjan Stroetinga, Ronald Kruijwen, Kerry Hekman, Bart de Vries, Robert van Dalen, Christoffel Hendricks. En Robert Post ook. En Jordi Haring melden zich. Ja, het is ineens een hele grote groep. Ja, ik zie het peloton wat helemaal stil, zie ik. Alle ploegen zitten er ook bij. Ja. En het grappige is, wat vorige week gebeurde, dat Stroetinga en Hekman eruit moesten omdat ze op een ronde werden gezet door het peloton. Zijn ze nu heel alert. Gaat niet nog een keer gebeuren dit jaar. Nee, dat was wel opvallend, ja. Nou, het peloton is nou toch op volle gang geschoten.
Ja, moeten we even kijken wie er natuurlijk bij zit. We zien hier de AB vakwerk rijden. Ja, Kerry zit in de kopgroep en er wordt toch wel flink achteraan gereden. Dat is een soort... Ja, dat is ook soms hoge wiskunde, ik weet het niet. Nee, dan, kijk, er zitten twee man van AB vakwerk met de snelste man, Hekman. En dan wordt hij toch gereden door Evert de Holwerf. Met Mark Brug iets aan. Ja, waarschijnlijk probeerde hij te springen, maar had niet door. Hij dacht waarschijnlijk dat er eentje of twee achter hem zaten, ja. Maar het hele peloton zat achter hem. Er zat gewoon 50 man achter hem. Ja. Ja, en dit komt dan weer omhoog. Kijk, daar gaat Bart de Vries. Altijd aanvallend. Ja. Kijk, het is wel een goed moment. Ja, vorige week was... De kwalificatiewedstrijd voor de kwalificatiewedstrijd. Dat blijft geweldig voor de World Cups. Veel marathonschaatsers staan ook aan de start. Werd gewonnen door Chris Pijn-Ariens. Kan er een seconde naast zitten, maar volgens mij 6.32. In Deventer, in de mist. Ja, dat is toch wel knappe tijd hoor. Ja, was er ook zelf erg blij mee. Ja. Dus hij ook volgend weekend actief in Tiof. Ja, en het is toch knap hoeveel marathoners er van die 5 of die 10 kilometer mee kunnen doen. Ja, we hadden het er al een keer over. Hè. Je moet echt wel onder die 6.30 op een goede ijsbaan kunnen rijden, want anders kun je het gewoon vergeten. Ja, ja, dat zeker. Ben jij ook nog mee? Ik heb wel veel uitslagen gezien, maar volgens mij niet. Oké. Okay. Een hele andere sport, hè, dat lange baan. Daar gaan toch vaak om de getallen. En hier is gewoon de eerste die zijn streep of schaatsen over de streep doet. Straks is kan winnen. Dat is ook het mooie aan marathon schaatsen. En elke week nieuwe kansen. Mats Stoltenborg met Chris Pijn-Ariens, Luc ter Haan, Jorrit Bergsma, Frank Vreugdeel, Casper de Gier, Bart Mol. Ook mooi dat hij natuurlijk onderdak heeft gevonden bij die ploeg. Ja, sterke man, vooral op de natuurreis. Bart. Ariens was vorige week eigenlijk wel meer dan de best van de rest. Hij deed echt zo ongelooflijk sterk, ronde na ronde. Heel sterk en ik vind hem toch, hij is gewoon, ja, hoe hij op de skiers rijdt en op de schaatsen, ik vind het echt een fenomeen. Kijk, Bob de Vries die denkt van we gaan gewoon eens even lekker door. Ja, dit is, Bob de Vries rijdt hier altijd goed hè? Ik heb hem, volgens mij was het 2 jaar geleden dat hij zo verschrikkelijk hard reed op Den Haag. Ja. Verschrikkelijk, ja. Wat is er toch dat sommige rijders iets hebben dat ze op bepaalde banen zo goed kunnen rijden? Ja, bij Bob ligt denk ik ook wel toch wat zwaarder ijs. Ligt Bob denk ik goed. Gewoon lekker doordouwen. Ja, hij heeft ook titels natuurlijk op natuurreis. Ja, wat heeft hij niet gewonnen? Nee. Ja. Nou, Stoltenborg en Frank Vreugdeheel. Als we dan toch over een natuurreismannen hebben. Is Frank Vreugdeheel er natuurlijk ook eentje. Ja. Ja, die heeft ook wel gewonnen al. Ja, won het klassement natuurlijk afgelopen jaar. Echt sportman. Ja, dan zien we een breukje. 3-3 en het peloton. Ja. Kijk, het peloton valt iets stil. Met Bob de Vries, Mats Stoltenborg, Frank Vreugdeheel, Ineke Kooijman, Evert Holwerf en Christoffel Hendricks. Ja. En Jouke, die bouwen select, die gaat toch, Jouke Hogeveen gaat toch rijden. Ja, die heeft natuurlijk nu ook wel wat echt om te rijden, want hij heeft een paar goede sprinters. Ja, er zijn een paar jongens snel. Je noemde Haasjes al, maar ook een Hoekstra uit zijn ploeg. Ik heb het idee dat het team sterker is dan vorig jaar van Bert-Jan van der Veen. Ja, wilde ook echt groeien. Wilde ook echt, gaf hij aan een echte waarde worden binnen het peloton. Ja. Er zit Bart Holwerf, de man in het wit. Maar je ziet het groen natuurlijk in zijn helm. Van AB Vakwerk. Die een beetje op de rem aan trappen was, want die heeft mannen voorin zitten. Het verschil was net een kleine 4 seconden. De groep. Evert Holwerf, Christoffel Hendricks, Bob de Vries, Frank Vreugdeheel, Mats Stoltenborg en Erik-Jan Kooijman. En Kooijman is ook een man van de Uithof natuurlijk. En dan wordt er toch weer gereden door AB. Vakwerk. Ja, ja, toch apart als je twee mannen in de kopgroep hebt zitten. Ja, waarbij Evert Holwerf ook nog zit.
wat een van de snelste mannen is van het peloton natuurlijk. Ja. Maar goed, hoe kun je dat omschrijven? Je bent natuurlijk heel lang ploegleider geweest. Zou jij dat doen? Nee, maar de rijders moeten ook zelf opletten. Ik denk dat je dit toch wel in de voorbespreking goed moet, dat je het er goed moet over hebben, om het zo maar te zeggen. Daarom zeg ik, het is bij AB weer eens hoge wiskunde. Maar het is ook een paar keer heel goed uitgepakt. Dus, ja. Is dat lastig als je nu met zo'n ploeg rijdt, met zoveel kwaliteit, met Bart, Evert en Caddy, die allemaal heel snel zijn in de aankomst? Het is soms wel heel lastig als jij weet van ik heb vandaag hele goede benen en je ploegmaat rijdt weg. Ja. Dan is het soms als rijder ook wel eens lastig. Over wegrijden, Bob de Vries. Ja, Bob, zo te zien is Bob goed in orde. Bob de Vries, Royal Ewer. Erika Kooijman erbij. Ook Fashion in Dienst. Twee mannen erbij. Dus in dezelfde ploeg van Ewer. Ja. Lijkt het erop dat ze het hier even laten lopen, op de voorkant van het peloton, om even een gaatje te laten vallen. De mannen aan de leiding, Bob de Vries, Robert Post, Kevin Hoekstra, Frank Veugdeel en Jordi Haring. Van Bouwen Select gaat er achteraan, eentje. En Bouwen Techniek. Ja, OR Quest is het geworden. OR Quest, Bouwen Techniek. Ja. Ja. We hebben afgesproken, we noemen alleen de eerste naam, maar de andere naam worden er natuurlijk al bij. Het is natuurlijk super belangrijk, alles kan horen. Hier zien we de verschillen. Op dit moment het tweede groepje met Mark van Tado en Kruijer op 2,5 seconden. En na 1,5 seconde weer achter is het Sjoerd en Hertog. Dus ze blijven op 4 seconden van de peloton. Ze krijgen niet echt ruimte. Nee, nou, je ziet Frank Veugdeel die wel ook wel hoor, vandaag. Gaf ook aan, ik wil graag goed zijn op natuurreis, maar daar heb ik al meer mensen horen zeggen. En dan rijden ze al heel hard in de eerste weken. Ja. Bart Holler sluit aan. Bart Holler, is gretig. Ja. Is nu zeven man in de kopgroep. Ze moeten nou toch doorrijden. Ja, oké, die zit er toch niet bij. Die zit er wel bij, maar die rijdt toch dicht. En u merkt het al. De naam Niero hebben we niet genoemd. Staat wel op de startlijst, maar hij heeft zich nog niet laten zien. Uit hier de been. Alle quest. Ja, alles overeind. Ja. En meteen door. Hè. Gaf Elma de Vries net bij de wedstrijd van de dames aan dat dat wel heel apart is. Hè? Dat bij de mannen komen ze overeind, worden ze ingehaald, zijn er altijd wel 2-3 klaar om er weer aan te vallen. Inderdaad, ja, het is gewoon, het niveau is zo hoog. En als je natuurlijk in het peloton wordt meegezogen, dat het scheelt zoveel. En dan kan je het toch gewoon makkelijk herstellen. En de aanval is toch de beste verdediging. Ik bedoel, er zijn al een hoop knechten die. Het is soms alleen maar goed dat knechten weg zijn, hoeven de sprinters niks te doen. Nee, Jouke Hogeveen, Jorrit Bergsma, Luc ter Haar. Jerry erbij. Ja, allemaal alert. Ja. Nou, we hebben net zoals vorig jaar hebben we AB Vakwerk, AB Direct en AB Transport. En AB Direct en AB Vakwerk zijn wel aan elkaar gelieerd, maar AB Transport niet. Ja. Die zijn gelieerd aan Royal Ewer. Twee handjes op de rug en gewoon doorrammen. Lekker sturen, zegt hij altijd kijk, op internet. Met dit ijs heb je zat grip, want het is toch wat zacht natuurlijk. Ik denk, als je wat lichter bent, dan ben je toch niet, ben je wel in je voordeel. Zeker niet nadeel. Nee, maar is Kelly een meester in de sprint, maar hij is niet de lichtste. Nee, zeker niet.
BGN Bakker. Met Timo Verkijk. De man uit Gouda. Ja, Timo wel te veel aanvallen. Was vorige week was hij meegenomen in de val. Dus hij zit nou toch. Hij rijdt wel, maar hij rijdt. Ja. Nou, hij rijdt wel, want stiekem. Hij hoopte stiekem dat iemand meegaat. Maar dat gebeurt niet. Nee, alleen het in de pak is. Ja. Ja, en om hem nu al terug te laten zakken, dat is een beetje erg goed. En Niels denkt van nou, misschien komt er voor mij ook wat ruimte. Dat is open voor de. Ja, en die kennen elkaar ook weer, Timo en Niels. Ja. En krijgen Victor Ramler mee. Ja, en die wil niet overnemen. Dat is jammer. Ook nog Brugink. Ja, Mark Brugink. Dan vierde het Nederlands kampioen natuurlijk. Ja. Op Natuurreis. Ja, Natuurreis is weer sterk. Dat hij heel verrassend op de wijze zijn. Niemand had hem gespeeld, maar hij wil het wel. Ik heb nog eens een keertje heel lang met hem in de kopgroep gezeten met de Henk Achmerkessen. Maar toen was hij ook wel heel sterk. Maar toen zat jammer genoeg zijn ploegmat vooraan, dus ja, hij wou niet rijden. Nou, Timo kijkt al om. Ja, ja, Timo, ze komen hoor. Maar we hebben het even over de ploeg. Toch wel mooi dat zo'n PGM Bakker dan ook weer terug is, hè? Ja, absoluut. Paul Bakker is gewoon echt een liefhebber. En het gaat nu ook weer wat beter in het vastgoed. Dus hij en zijn vrouw ook. Dus het is helemaal leuk. Even getekende vrede voorin. Met de Niels Overvoorde. Rijdt daar tent, Niels Overvoorde. Dit is wel een moment om te ontsnappen. Het valt toch behoorlijk stil. Ah, de rondetijd op dit moment gaat naar de 37 toe. Ja, je zag bij de belofte en bij de dames al, het valt gewoon niet mee om weg te rijden. Het staat best nog wel een beetje wind. En het ijs is zo zacht, dus als je alleen weg bent, je komt gewoon stil te staan. Ja, dan zeg ik dat de laatste ronde in 37 gaan. En het gemiddelde is 32, dus dan kun je nagaan hoe hard er al is gereden in de vorige rondes. Ja. Niels Immersheel samen met Casper de Gier. Ja, en Casper de Gier, dat is ook wel een talent hoor. Ja, is een jongen die op veel disciplines uit de voeten kan. Heel lichtvoetig. Ja, ook Niels Immersheel. Ja. Jongen. Ja, dat is ook een jong talent. Ja, Niels Immersheel die ook nog heel jong is. Ik geloof hier wat omvalt. We leven allemaal. Goed, kijken naar. Dit is een mooie groep nu, hè? Ja, het loopt langzaam, hè? We zullen weer even kijken wie er dan allemaal in zitten, want mag het weg met Ariens, Hendricks en Frank Vreugdeel, Bob de Vries, Immersheel, Stoltenborg, Jesse Vriend, Casper de Gier, Luc de Haar, Frank Trachter, Ronald Kruijber en Marco van der Tuin. En Ariens er ook weer bij, hè? Ja, was vorige week al heel goed. Hij woont tegenwoordig in Heerden en is helemaal weer verliefd op mountainbiken geworden. Ja, het is ook een mooie sport. Het is een goede training. Vooral omdat je allemaal korte piekje erin hebt. Nou, hij vertelde dat hij, als hij bij zijn huis wegreed, dan duurde het 5 minuten. Dan zat hij in de bossen, dan kon hij 3 uur in het bos zitten. Zonder dat hij lang op de weg hoefde te rijden. Gewoon even lekker alleen weg. Ja. Eventjes, even rust. En ja, Mats, dat is toch wel ook een fenomeen. Ja, die jongens gaat zo makkelijk. Soepeltjes. Altijd aanvallend. Ja, hij stond natuurlijk op het punt om het klassement te winnen. Maar dan 2 jaar geleden ging het net niet door. Nee. Toen werd hij geroosterd door de Ewerkoe. Ja, dat is dan toch topsport, hè. Dat is verschil weer minimaal, hè. Maar Ariens, om het dan toch over clichés te hebben, is aardig aan de boom aan het schudden. Ja, absoluut. 82 rondes nog op het bord. We zijn niet eens halverwege. En toch, als we over de monitor heen kijken in de gezichten van de mannen,
Of ja, daar hangen een hoop mondjes al open hoor. Dus er zitten toch al een paar jongens die het zwaar hebben. Vreugde heel weer, Luc de Haan weer, Marco van der Tuin. Het zijn elke keer wel dezelfde mannen ja. Die we... Het is gewoon zo zacht weer, dus je zakt met je ijzer ver weg. En ja, je zakt gewoon in de bocht natuurlijk ook verder weg. Dus je krijgt zoveel druk op je benen. Dan ga dan maar eens alleen wegrijden, dat valt gewoon niet mee. Nee. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat de sterkste vandaag overblijven. Groep rond? Ja, het kan natuurlijk zo. Het kan zomaar, maar het is niet makkelijk om weg te rijden. Maar, nu zien we een groep van 12 man die het probeert. Maar het is echt zwaar. En, ook daarbij Ingmar Berga, die was vorige week echt ook niet te stoppen. Ja, die al jaren meerijdt. 17 jaar aanrijden. Ja, echt ongelooflijk. Ja, die heeft al wat generaties meegemaakt. Begon in de ploeg van Ruitenberg. Ja, ik weet het nog. In de DSB gereden en ja, meerdere teams natuurlijk. Nederlands kampioen geworden. Ja, twee keer. Twee keer in Amsterdam. Dit jaar voor het eerst op skiers. Dus na ja, 17 hij jaar. Gewoon alle, ja, ja. Hij was al Europees kampioen en zo, maar dit jaar voor het eerst in Staphorst werd hij Nederlands kampioen te inijskaten. Ja, knap hoor, echt knap. Van Vreugde heel weer die niemand meekrijgt. Kijk, Marcel van Ham die gaat het toch proberen. Christian Hoekstra mee. Marcel van Mark Brugging. De man uit de Alkmaar. Ja, en ook Postalet hoor. Ja, en het is Christian Hoekstra's thuisbaan, dus ja, die wil zich ook wel graag laten zien natuurlijk. Een hoop familie langs de kant. Ja, ja en Arjan Sotti gaat erbij. Ja, die wil je eigenlijk liever niet erbij hebben, maar die wil je liever niet tegen sprinten. Nee, en die weet ook wat winnen hier is. Dat hoeft hij niet te leren. Weer Arins. Nou, die is scherp. De schoentjes even vastmaken. Ja. Kijk, dit is wel het moment. Ja. Kerry Hekman weer naar voren. Kevin Hoekstra, Bob de Vries. Ik vind het ook wel mooi hè, dat mannen die eigenlijk relatief nieuw zijn, meteen zeggen van wacht eventjes, wij doen gewoon mee en niks afwachten, niks kijken, we gaan gewoon mee. Ja, het zijn jonge honden gelijk laten zien. Dat is alleen maar mooi. Kevin Hoekstra aan de leiding. Ja, hij krijgt ook niemand mee, hè? Je moet eigenlijk een paar man mee hebben. Want je weet eigenlijk dat het alleen is eigenlijk bijna kansloos. Ja, dat is uit de tijd van Edward Hagen en dergelijke. En drie rondjes in je eentje pakken. Ja, juist. Dries van Weijen. Ik sprak net op de tribune Rien de Roo nog. Ja. 78 jaar. Ik heb hem ook net een hand geschud. Ja, hij schaatst niet meer. Hij zegt maar, ik heb hem kijken nog, vond hij helemaal geweldig. Ja, fantastisch. Als die man een lezing geeft, is dat fantastisch. Dat, ja, als je een sneetje in zijn vinger geeft, dan komen de kleine schaatsjes eruit. Dat ja. Gaat, hij gaat wel door. Ja, inderdaad. Ze gaat toch ze denken, nou. Ja, hoe ver moet je hem geven, ja. Voordat de anderen zeggen van wacht eens eventjes, dan gaan we er wat moois van maken. Ja. Ja, het is, ja, het is de 50 meter. We drukken de chrono's even in. Rondje 32-1 rijdt Kevin Hoekstra in het peloton met Frank Vreugdeheel rijdt 35. Ja, dan heb je ineens een verschil van 6 seconden. Ja, dat is best een behoorlijk gat. Dat is toch 70 meter. Maar al zijn ploegenoten zitten nog relatief voorin. Dus. Ja, en ja, Frank die AB wil het gat om niet te groot te laten worden. Nee. Dus ja, ze hebben natuurlijk een paar hele snelle mannen.
Ja, en dan is het aan Bert-Jan van der Veen zometeen. En Piet Hielkema natuurlijk van, ja, kijk, ze, zal... ze zijn aan het storen. Ze, ja, zijn aan het storen. Doen ze wel goed, ze leggen het toch plat. Kijk, Bob de Vries die denkt van, oh jee. Kevin Hoekstra, ja, rijdt weer 31, Peloton rijdt 32, Erik-Jan Kooijman. En het lijkt niet hard, 31 is hier, maar dat is toch wel behoorlijk doorrijden hoor. Ja, en net zoals je al zei, zeker met dit ijs. Ja, en er staat best wel aardig op wind. Ja, nu hebben ze dit wel een, aan de kopse kant, hebben ze aan de stadkant, om het zo maar te zeggen, hebben ze wel een soort winnend scherm gemaakt waar Donald Trump jaloers op zou zijn. Ja, wat een muur. Ja, het wordt er misschien niet mooier op, maar het werkt wel. Anders hadden ze niet kunnen starten. Dan waait de bocht eruit. Ja, u heeft gelukkig thuis goed beeld door alle camera's, goed in beeld gebracht. Hier zien we de leider, Kevin Hoekstra. Hij nog steeds op voorsprong, laatst gemeten voorsprong, dat is 7,5 seconden. Ja, Bert-Jan durft geen mannen terug te laten zakken. Nee. Maar dat is ook kansloos. Misschien was hij ook wel bang om dan zelf uitgerookt te worden. Ja, dat is het gat te klein voor. Dan moet je minimaal 200 meter hebben. Hoekstra nu naar de 34 in de ronde. Maar de Vries in de achtervolging nog 6 seconden samen met Chris Pijn Arends. Weer Arends, hè? Ja. Ja. Hij is goed. Ja, absoluut. Hij rijdt weer oké, okay, hè? Ja. Bart de Vries. Mooi is dat die mannen van... Chris, maar kijk, die hebben kleinere nummers als de rest. B-nummers, moet je maar kijken, die kun je mooi zien naast elkaar. Ja, inderdaad. Achtervolging nu, want we hebben Kevin Hoekstra, Bart de Vries, Chris Pijn Arends en Kort Schouten, Niels Overvoorde, Jorrit Bergsma, Casper de Gier. Ah, het is nu oorlog aan de voorkant van het peloton. Nou, een heel klein oorlogje. Drie mannen nu aan de leiding. Ja, ik denk dat Hoekstra had ik dat net maar gehad. Ja. En je ziet toch dat AB de wedstrijd behoorlijk aan het controleren is. Ja, met Niels Overvoorde, Jorrit Bergsma daar weer achter. Ja, we hebben natuurlijk nog steeds de leider in het klassement in het oranje. Ja. Maar ja, die start niet. En die hoeft echt een kwalificatiewedstrijd te rijden in België. Sterker, dat kan niet eens, want ze hebben daar geen 400 meter, maar al wordt er wel heel hard aan gewerkt hoor. Dat zou heel mooi zijn. Ja, de Belgische pers verschijnt er veel over. Dat het nu absolute noodzaak is dat er een 400 meter maan gaat komen. Zullen ze dat Bart Veldkamp hal noemen, denk je? Nee, Bart is met alle respect voor Bart, maar Bart wordt niet als echte Belg gezien in België. Okay. Nou goed, ja, weet je, die kan het altijd proberen natuurlijk. Ze zien ook de medaille die Bart Swings haalde bij de Olympische Spelen met de Maastart als echte Belgische medaille. Ja, begrijp ik. En nogmaals, ze spreken wel met respect over Bart Veldkamp natuurlijk, hè, laat dat duidelijk zijn. Daarom heeft het toch slim gedaan zo, ja, natuurlijk. Ja, zeker met respect, maar... Ja, absoluut. Ja, Bart Swings is natuurlijk ook een zelf als zeer slimme jongen. Ook een hele slimme familie, tenminste een slim onderlegde familie. Ja, een verschrikkelijk goede schaatser gewoon. Ja. Al eerder verteld, zijn moeder is kinderoncoloog in Leuven. Maar hier is het OR. Kwetst. En de vraag is, welke opdracht hebben hun meegekregen? Er wordt behoorlijk versneld nu hoor. Ja, Mats die gooit de beuk erin. Ja, rondje 29-2. Ja, ja. En dan Kruijer mee, Evert Holwerf, Arjan Stroetinga, Jordi Haring, Ruud Dijkstra. Maar Sjoerd Hertog die springt er achteraan. Vind ik ook een mannetje voor vanavond. Zeker, ja. Die, klein, licht. Ja, dit is. Ik geef hem veel kansen. Samen met Stroet. Stroet is ik heb Stroet ook nog niet zoveel zien doen. Je ziet toch, die hoeft niet nog. Jan had wel een erfgoed zien rijden. Ik vond dat hij daar vreselijk hard reed. Onze jongens mochten 60 rondjes meerijden. En ze begonnen met 31ers. Ja, dan gingen ze naar 30, 29. En gegeven moment 28. Ja, het was echt. Eentje bleef erbij, was Tom de Heijer. Dus dat was, en één dame heb ik gehoord. Eén dame, Irene Schouten. Ja, echt super knap. Super knap. Dat die. Ja, ze hoeft hij niet over te nemen, maar ik vond hoe zij meereed, fantastisch. Ja, dan zien we Snoek uit op koude.
Aan de buitenkant trekt niet door. Ja. Ik had er zelfs een contract aangeboden, Irene, maar ze ging erover nadenken. Ja. Christoffer Hendricks, team over Kaik, Ingma, Berga. De eerste drie hier langskwamen. Er gebeurt veel, maar eigenlijk ook niet veel. Klopt, ik zie dat nu wat jongens willen drinken. Het is gewoon, het is warm. Dus ja, het is wel lekker als je nog eventjes een donnetje nu aan kan pakken. Ja, mag hè, tot 25 rondes voor het einde. Ja. Of een jelletje. Ja, we hadden het bij de dames over. Toen zagen we dat een van de dames aan het pak aan het sleutelen was. Maar opgenomen in de reglementen is dat je het pak geheel gesloten moet blijven dragen in de wedstrijd. Ook bij de dames. Ook bij de dames. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je het warm gaat krijgen. En dat het eerste dat het lichaam scheelt om koelt. Ja, dat klopt. En dat je het pak open wil doen. Terwijl er even een bidon wordt aangegeven wat niet helemaal goed ging. Ja, het valt ook niet altijd mee. Ik probeerde vandaag ook een bidon aan te geven bij Leander van de Geest. Maar die had ook mis. Leander van de Geest, dames en heren. Ja, dat is mooi. Die man die rijdt in het belofte peloton. Die zou ook gewoon een goede aanrijder zijn. Absoluut. Maar die heeft gewoon nog een hobby. En die werd voor de tweede keer dit jaar werd die Europese kampioen bij Trekker de Trek. Zo'n tractor pooling wedstrijd. Geweldig. Ja, zijn bijnaam is ook MacGyver. MacGyver, hij kent echt alles. Ja. Alles kan die. Ik heb hem schaatsen zien repareren in een korte tijd, dat ik nog niet eens ontdekt had wat er mis was. Ik heb ook een keer op de Wijzee vastgestaan, heeft hij hem ook gered. Dat was echt, ik was heel blij. Ja, met Bob de Vries weer voorin. En ook inderdaad, je noemde hem net al. De man hier de thuisbaan, Christian Hoekstra. Trouwens, die hele ploeg traint hier veel, hè? PGM Bakker. Ja, die trainen hier veel, die jongens. En ze trainen altijd ook woensdag in Heerenveen met Koert. En een aantal van Groene Hart die kunnen dan ook mee trainen als ze willen, zeg maar. Kunnen aansluiten. En het team van Henk Angenent. Dus dat is wel leuk. We hebben echt hier een hoop rijders vandaan. En dat is jaren veel minder geweest. Maar het is echt toch wel opkomend. Ja, het is niet meer zoals vroeger als je... als het niet meer gaat, dan moet je marathon schaatsen. Dat is niet meer, hè? Nee, zeker niet. Je ziet ook bij een hoop marathonschaatsers dat ze juist beter zijn gaan lange banen. Die denken van, nou weet je wat, laat ik mijn lange banen stoppen, dan ga ik lekker marathonnen. En een paar jaar later gaan ze weer 5 kilometer rijden van 10 en dan zie je gewoon dat ze de 10 of 20 seconden afrijden. Maar dus, je krijgt hier zo'n hardheid van. Ja, met Hezer, de Nieuw-Zeelander, Pieter Michael. Gaat ook nog wel een paar keer weg. En dat betekent dat Peter de Vries ook aangaf dat ze dan met z'n vijven komen te staan. En hun hebben geen tweede ploeg. Dus mag dat ook formeel niet. Maar nee. Vorig jaar hadden ze natuurlijk nog Brokers. Pieter Michael zelf voor de. Altijd om zich heen kijken, hè, Pieter Michael. Het is net een radarsysteem in zijn eentje. Ja, hij ziet het, maar hij gaat vaak op goede momenten, dus hij ziet toch iets heel goed. Kijk, Remco gaat op Joop Zoetemelks. Nou ja, toch, ja, er moeten een paar meekomen. Ja, ik krijg mensen van AB mee. AB vakwerk. Er gebeurt nou toch even weinig hoor. Ah, het is een. Ik krijg hier van Richard van Kemp een appje binnen. Irene als Riedekker. Ja. Maar hij wil zeker dat hij bij haar komt werken. Ja, dus, ja jullie zijn ook weer concurrenten natuurlijk. Hè? Maar daar kunnen we natuurlijk over onderhandelen. Ja. Richard van Kempen, oud winnaar bijna aan Poeske. En hij heeft beloofd dat hij tijdens de Trachitol Trophy. En een keer als co-commentator komt zitten, dan komt hij uit Zweden speciaal over. Ja. En Bob de Vries inderdaad mag nog niet stoppen. Ook een terechte opmerking, want hij heeft nog geen 200 gewonnen. Dus terechte opmerking. Ja. Daar was hij ook al een keer dichtbij. Ja, met Lars Hogeboom die won toen. Ja. Hij kwam heel dichtbij. Hoe is die vraag van, ja, wat gaan we doen? Wat moet ik doen? Hij kan toch zelf ook nadenken, of niet? Ja.
Maar Koert is nu zijn ploegleider, denk ik, langs de kant. Samen met Mario. Waardoor een kijk, dat is mooi. Hij wordt gewoon een wiel overgegeven. Ja, dat is netjes. Ja, hier hoef je niet naar de ploegleiderswagen die erachter rijdt. Terwijl Leon van der Geest blijkbaar heeft gehoord dat wij net zeiden. Die komt hier behoorlijk hard slaand op de rug voorbij. Goed, kijken we naar de wedstrijd. 54 rondes nog te gaan. Het is een wedstrijd waar iedereen het wel probeert. We toch wel zien dat het zwaar is aan het ijs en de omstandigheden. Ja, we kunnen niet zeggen dat het passief is. Het is, het is sowieso geen glijijs. Laat het daarop houden. Nee. En er rijden een paar jongens rond, die hebben het hoofd zo rood, die kunnen zo meedoen met de meeste makreel verkiezen. Ja, absoluut. Het is gewoon, het is zo warm. Ja, deze pakken met al die snijwerende materialen zijn ook niet het meest ventilerend, hè? Nee, dan wordt het niet warmer op. Het is, trainen ze nou ook in deze pakken? Sommigen wel, maar de meesten hebben toch wel wat meer. Ze hebben zeker meestal bij de enkels met trainingen dat wel beschermd, maar niet altijd alles. En nu ben je het wel verplicht natuurlijk. En mensen zeggen wel, waarom hebben ze geen helm op bij trainingen? Maar dat is nu ook veranderd, hè, met trainingen. Sommigen hebben het wel bij ons, maar de meesten toch niet. En het is natuurlijk wel veiliger, laten we eerlijk wezen. Ja, de beste helm is een gedragen helm. Juist. De twee ploegen die eigenlijk wel, drie ploegen die heel actief zijn, AB Vakwerk, Royal Ewer en Mo Select. En ook Overquest natuurlijk. Ja, op zich willen ze wel, maar het is allemaal, AB die controleert. Ja, Frank Vreugde heel met... heel veel prop hoor, Frank. Met Van Dalen hier, erachter. Robert Van Dalen. Het is mooi aan Frank, hè? Die kan natuurlijk zelf ook rondgaan of gewoon een wedstrijd winnen, maar hij offert zich toch helemaal op. Ja. Ja, die kan ook gewoon mee in de eindsprint. Hè? Niet dat hij te snel... Bob de Vries. Kijk, Bob die laat toch eventjes denken van dit gaat me te langzaam. Ja. Anders duurt het zo lang voordat ik vanavond weer thuis ben. Inderdaad. Ja, die koeien zullen hopelijk wel uit zijn, maar... morgen vroeg staan al die koeien en houden toch weer te wachten. Het is toch wel knap hoe hij dat combineert met zijn werk. Ja. Maar hij is niet wezen demonstreren, zei hij. Want toen zat hij in Erfurt, dat viel niet mee. Nee, met de trekken van Erfurt naar Den Haag. Dat viel niet mee. Dat was zeggen, je kan het hier... meer jongens natuurlijk in het peloton die van boerenbedrijven afkomen. Ja. Kijk, daar staat Bert-Jan. Ja. Hij heeft zijn handen in zijn zak, maar hij zal geen koude handen hebben, verwacht ik. Nee. Overquest. Ja, en Mats. Met z'n tweeën. Ja. En Marcel van Hal. Ja. Kijk eens. Die wil allemaal bij hier zit wel achter, hè? Ja, inderdaad. Jorrit ook mee. Nou, dan krijgen we nu met Mats tot te worden. Marcel van Hal, Bob de Vries, Nieuws Overvoorde, Robert Post, Ronald Haasjes, Evert Holwerf, Jorrit Bergsma. Ja, het zijn allemaal mannen die... die willen wel. Nu wordt er even een schifting gemaakt. En Jouke Hogeveen, die wil er toch nog achteraan. En neemt het hele peloton mee. Ja, het is wel Haasjes er zitten. Ja, dat begrijp ik ook niet helemaal. Ja, die Haasjes die kan aankomen. Dus ja, zonde. Hekman probeert de oversteek te maken. En daar ging het vorige week mis met hem. Toen wilde hij ook een oversteek maken. En toen blies hij zichzelf op. Toen klapte hij. Stroet gaat helemaal achter in het peloton. Kijk, en nu stap je naar buiten. Ja, Jouke wil toch doorrijden. Wat was jouw handgemaan geweest als jij daar had gestaan nu? Ja, ik had eventjes naar beneden heel rustig aan, maar goed. Ik weet niet wat hun opdrachten zijn natuurlijk. Ja, we hebben 10 man aan de leiding. Kijk, en dan gaat er nog eentje proberen van... Mats Stoltenborg, Jorrit Bergsma, Erik-Jan Kooijman, Christian Hoekstra. Ja, ik vind hem echt heel goed vanavond. Bob de Vries, ook supergoed. Robert Post, de postman, die vorig jaar leerde winnen. Ja. En die heel alert is in zijn nieuwe ploeg.
Het lijkt erop dat... Ja, Hazes werd teruggereden door zijn eigen ploegmaten. Maar die willen waarschijnlijk toch een andere koers zien. Wat een gebaartje gemaakt. Ja, ik denk dat hij een drankje wil. Jouke gewoon zelf. Ja, hij denkt van het is mijn dag vandaag. Ik denk niet dat hij... met Jorrit Bergsma. Ah, 45 rondes nog te gaan. Ja, dan heb je al een 6.43 gereden en dan ben je op dit moment gewoon weer lekker. Ja. Maar we moeten toch een paar man af. Ja, het is nu... Het is zwaarder dan iedereen denkt. Ja, we kruipen langzaam naar de 100 gereden rondes. Ja. En je zou zeggen dat zou iedereen toch makkelijk aan moet kunnen. Ja, het is niet zo makkelijk. Ja, Jesse Vriend ook aan de achterkant van het peloton. En ook de Deen, Steven Duur-Schmidt, moet de groep verlaten. Zijn broer, Philip, brak van de week zijn sleutel of zijn schouderblad met een fietstraining. Zo. Ja, dus die was al niet bij en zijn broer is er nu af. Ja, daar gaat Bart Mol. Ja, Sjoe van de Mannen heeft die hard rijden op Natuurhuis. Ja. Ja, dat kan hier ook. Ja. Goed van hem dat hij weer een mooie ploeg heeft gevonden. Vorig jaar een team van net. De enige die eigenlijk geen ploeg heeft gekregen is Erwin Messu. Hij rijdt nu bij de beloftes. Heel veel kilometers. Hij heeft 3 maanden alleen maar mountainbike-wedstrijden gereden. En had meer dan 100.000 hoogtemeters. Ongelooflijk zeg. 100.000. Nee. Kreeg, dan ben je bijna op de maan. Inderdaad. Oh, jezus. In de koffie. Ah, Jordi Haring, Erik-Jan Kooijman, Daniel Njero. Maar laat zich zien. Rondes nog gaan we rijden. Dat betekent dat we nog steeds een complete groep hebben. Natuurlijk zijn er wel wat uitvallers. Maar op dit moment is het Marco van der Tuin met Niels Ingeveld, Robert Post, Jouke Hogeveen, Robert Snoek. Vakwerk. Vanuit Frank van Vreugde, Robert Snoek. Ja, die komt er mooi doorheen hoor. Dat was ook de Jan Meloy, zijn ploegleider, voormalig B-rijder. Heel lang was hij dat. Dat van belofte kon je bijna niet meer spreken, of van jongeling. Maar heel lang gereden, nu ploegleider bij Skatevereniging. Die zei van ja, we open met de ploeg op individuele successen en als ploeg gewoon standaard bij de top 6 te horen. Wat ook zou moeten kunnen natuurlijk. Met, dat zou mooi zijn. Ja, met ook Simon Bossen erbij in die ploeg. In dit geval is het Willem Holwerf. Die had nog veel misère in dit seizoen. Moet breuken. En volgens mij staan ze verder als iedereen, staat hij verder als dat iedereen had verwacht. Ja, dat is toch fijn. Ja, Willem eigenlijk op zijn rustig op kop.
Ja, dan hebben we het wel over die andere drie sprinters. Maar Willem Holweg is natuurlijk gewoon tweevoudig kampioen. In de maastart. Ja. Kijk, wat Immer. Immer Berghaan. Je ziet gewoon aan zijn slag wat het werk is, hè? Ja. Ambassadeur van Wijze Save for Kids. Een goede doelenorganisatie. Schaatsen ook op de Wijze Zee. Ja. Ja. We gaan ervoor, zei hij. De Nantje Power. Echte schaatsfamilie. Ik zag dat zijn dochtertje ook heel hard schaatsen. Ja, die moesten er eerst niks van hebben. Zaten op turnen. En die, dan hebben ze een papa en een mama die allebei uit de inlineskate schaats komt. En, maar nu hebben ze het langzamerhand voor elkaar. Ja, nou dat, daar moet talent in zitten. Dat kan niet anders. Ja, Max Verstappen komt natuurlijk ook uit de twee autoracende vader en moeder. Ja, en die doet het ook niet verkeerd. Nee. Terwijl de mannen hier het even rustig laten lopen. Weer zijn het de groene mannen die het tempo hoog willen houden. Ja, en langzamerhand gaan we ook wel naar de positie toe dat hun het is groen en het rijdt weg met z'n tweeën. Dat is helemaal mooi. Ja, waarom zou je niet proberen? Nee, en Ingmar Berghaar ziet dat. Ingmar Berghaar die denkt van ja. Wacht eventjes, als die twee mannen 100 meter hebben, dan... En je ziet dat de peloton gewoon een beetje aan het slapen is. Ja, maar een beetje slapen. Je komt uit de buik van het peloton, hè, zoals Elmar zo mooi net zei. Wanneer voel je dat het een massasprint wordt? Wanneer gaan de ploegen zich organiseren? Nou, ik heb het idee dat ze dat allemaal denken, maar vaak is het 20, 25 ronden voor tijd. Er gaan heel veel mensen twijfelen van ja, het wordt een massasprint, ik moet me een beetje sparen. Ja, en dan heb je juist ruimte. Want nu rijden Frank Vreugdeheel, Willem Holwerf, Ingmar Berghaar, Niels Immerseel, Jouke Hogeveen en Bart de Vries. We zijn op avontuur. En dat vindt Bob de Vries niet goed? Nee, Bob vindt het niet goed. En je ziet dat Jouke zich veel meer mengt in de wedstrijd dan in het begin. Ja, het was mooi, we hadden net een discussie en Elma legde uit dat je eigenlijk moest weten wie met wie een relatie had gehad, met wie en wie trainde, met wie in de ploeg had gezeten om marathonschaatsen te kunnen snappen. Maar één ding weten we wel, Bart en Bob zijn geen vrienden in de koers, hè? Nee, dat is toch wel apart. Ja. Maar dat was al met gebroeders Zwitser ook zo, die reden elkaar ook altijd terug. Ja, Rolf en Jens Zwitser uit Katwijk. Ja, die reden elkaar altijd terug. Ik denk, ja, ik weet niet hoe je... Ja. Maar goed, het is niet anders. Ja, maar een mooie kerstdinees. Ja, absoluut. 31 rondes nog te gaan. En ja, is het een getekende vrede? Gaan we nog een aanval zien? Ik hoop het eigenlijk wel. Ja, weer Willem Holwerf, Bob de Vries. Robert van Dalen. Goed hè. Die was gestopt. Is weer teruggekomen vorig seizoen. En rijdt nu gewoon weer goed mee. Hij rijdt hartstikke goed mee. En wat voor een man die toch een heel seizoen eruit is geweest. En soms kan het wel eens lekker zijn, misschien voor je hoofd, dat je gewoon fris, hij zal wel wat getraind hebben, hoop ik, in de zomer. Of hij heeft helemaal niks gedaan? Jawel. Okay. We gaan versnellen. Ja, hij gaat gewoon mee, ja. Ook Niels Masuur liep hier rond. Loopt hier rond. Ik heb hem ook gezien. Hard aan het werk op de boerderij, op de kaasboerderij, schillig. Ja. Maar hij heeft nog altijd de droom om terug te komen. Het zou toch fantastisch zijn? Absoluut. Dat zou kunnen. Absoluut. Maar ik hou ook van die mentaliteit. Ja, en dan ook super mooie techniek, mooie schaatsen. Kijk, gaat volgens mij Mats. Ja, Owen Quest met twee man. En Mats die geeft iedere keer wel een slok aan hoor. Mats stond te worden. Ja. Een slokje wil zeggen, want hij rijdt een rondje 28-3 nu. Ja. Ja, een 28-3 in de laatste 29 rondes. Bart Mol met zich mee. Ja. En Evert Holwerf ook mee. Ja, misschien is dat dan wel de techniek. Gewoon met twee ploeggenoten tempo en hoog. Dit vindt de AB waarschijnlijk wel goed, hè? En wie gaat het nou dichtrijden? Ja, Port of Amsterdam. Kan die het dichtrijden?
pylonen zijn net weggehaald. Die worden nu langzaam weggehaald. Dus ja, daar kan je een hoop snelheid maken. Ja, het, is, het was trouwens Johan Knol van BBB Dakkapelle. Greenwood. Met ja, en Jorrit zit er ook bij. Kijk, je zou zeggen trek hem nou door, maar ze gaan toch twijfelen toch. Ook twee man van OK Fashion. Ja, kijk, Bob de Vries vindt het ook goed. Bouw Select zit erbij. Ja, kijk, Eber vindt het goed. Wie gaat de oversteek maken? Ja. Mats Stoltenborg, Evert Holwerf, Chris-Meyer Arends, Ingmar Berga, Christian Hoekstra, Bart Mol, Victor Ramler, Casper de Gier, Jorrit Bergma, Frank Vreugdeel en Johan Knol. En zouden ze dit dan durven gokken op Jorrit Bergma? Met Evert Holwerf. Daarachter wordt alweer gereden. Ja, dat vind ik toch niet goed. Nee. Als je Arjan Stoetinga in je ploeg hebt. Nou, dan stopt de rest en Arjan gaat door. Maar toch wel een van de smaakmakers tot voor vanavond. Ja, die rijdt heel sterk. Kijk, en Jorrit toch weer mee, hè? Die wil mee. Ja, met, het zijn toch vooral de grote ploegen die vandaag aanvallen, moet ik zeggen. Ja. Ja, en Chris Pijn heeft natuurlijk Erik Jan mee. En Frank Vreugdeel. En Kooijman, die kan ook hele rare dingen doen. Je hebt wel eens over het land dat over in je eentje rondjes pakken. Die heeft ook een wedstrijd in je zien winnen. Toen had hij drie rondes voorsprong. Dat was mooi, dat was echt een fantastische wedstrijd. Dus jullie leden hebben daar nog therapie van. Zo lastige wedstrijd was dat. En ik kan me goed herinneren dat hij bij de uitoefening schaatsen. Dat je denkt van joh, die jongen kan helemaal, die kan helemaal niet schaatsen. Nou, maar hij kon die wel hard fietsen. Die kon heel hard fietsen, maar hij heeft... Technisch is hij zo verbeterd. En natuurlijk ook het wereldrecord heeft te staan. Ja, en Wijze Zee gewonnen. En eens kijken wat hij allemaal gedaan heeft. Ik vind het fantastisch. En natuurlijk ook World Cups gereden. En de Wijze Zee winnen betekent, dames en heren, natuurlijk de 200 kilometer. Ja. Ja, toen reed hij toch wel zo alle Jezus hard. Ja. Vreugde Hill met Marcel van Am. Ja, dus OK Fashion die nu toch... Die gaat aansluiten en we zien steeds meer mannen van Skate for Air naar voren komen. Ja. Er komen wat andere ploegen nu ook naar voren. Iedereen die denkt, wacht eventjes, hier is vandaag wat te halen. Toch ook weer Frank erbij, hè? Ja, het rijdt ook een ijzersterke wedstrijd voor AB Vakwerk. Kijk, dan kunnen we natuurlijk zeggen, het is jammer dat Swings er niet is, maar hij is er gewoon niet. En die niet is, hoef je ook niet te verslaan. Terwijl achter in het peloton de ploeg van Royal Ewer is. En Casper de Gier is gevallen. Die rijdt rond met een nat pak. En nou zie je toch dat AB, die vindt het toch niet goed, hè? Zullen ze loskomen? Ja, dus het is wel een groepje. Met Ingmar Berga, Chris-Meyer Arends, Marcel van Ham. Frank Vreugdeel, Ronald Kruijer, Bart de Vries, Remco Schouten, Ronald Haasjes, we hadden het net al over, de mannen Staphorst en Simon Bossen. En geen man van Ewer erbij, hè? Nee, en die zaten ook met z'n allen achterin net. Nou, kijk, dan moet Jorrit er gaan. Ja, dat mag natuurlijk, ja. Als Jorrit gaat rijden, dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Ja, dan gaan we met z'n allen roepen. Ja. Kan die man mooi schaatsen. Ja, en het meest mooie vind ik van hij blijft ook zo schaatsen. Het maakt niet uit hoeveel rondes het zijn. Hij kan altijd die hoeken vasthouden, altijd die klappen geven, die snelheid ontwikkelen. Hij heeft zo'n mooie valbeweging en zoveel souplesse. Hij zit er alweer bij. Het is soms wat moeilijker om te zien in een peloton als je hem ziet op een 10 kilometer en dan alleen in beeld. Ja, dat is gewoon pure kunst. Ja. Zeker weten. Mooi om te zien. Frank Vreugdeheel nog steeds. Alles weer bij elkaar. Ja, en die jongens... Gewoon weer op kop, hè. Frank. Ja,
en Kasper de Gier is toch jammer, hè? En Kerry en Struttiga, ja, die zie je nu niet veel, hè? Die hebben zich goed mak gehouden. Ja. Dus die zullen best wel wat over hebben. Nou, toch een paar keer in de ontsnapping mee proberen. We hebben Kerry natuurlijk gezien dat die gaten dichtweeg. Maar ik ben benieuwd wat ook even Fashion in Jeans gaat doen met een lead-out zoals vorige week. Ja. Peloton op dit moment met Kasper de Gier als laatste. Nog 44 man groot. Dus dat 17 rondjes. Zijn er 9 maar afgevallen. Dus de verwachte slachting valt eigenlijk wel mee. Ja, ik moet er nog eentje af. Ja, dat is Kasper de Gier. Ja. Die heeft gelegen. Die had een heel nat pak. Ja, dan valt het niet mee om dan weer terug te komen. Dan sta je benen op ontploffen. Ja. Nou, Remco Schout op kop. Ja, rondje 34 rijdt hij nu. Ja, als Kasper de Gier erbij komt, kan hij zich dan nog... Ja, dan is het eigenlijk klaar natuurlijk. Ja, gaat hij dan... Ja. Ronald Haartjes, de man uit Staphorst, die zit daar gewoon weer tussen. Ja, ik hou ervan. Gewoon, man, hier ben ik. In zijn geval kan hij dat ook gewoon zeggen. Mijn naam is Haas. Ja. Maar hij zit er wel. Ja, absoluut. Ja, het was mooi om te zien. Het Nederlands kampioenschap in inlineskating was in Staphorst. Zijn moeder draagt ook nog de traditionele Staphorst kleding en klederdracht. Okay. En die heeft me ook uitgelegd hoe dat werkt met de klederdracht. Dat was geweldig. Kijk, Bauer Select zit met 3 man voorin. Oké, Fashion heeft zijn team. En dan wordt nog een team gemaakt. Ja. Ja, het is nog 15 rondjes. Het is wel wat vroeg, vind je niet? Ja, maar ja. Maar ja, goed, die kan er alvast mee zitten. Remco Schouten is de man aan de leiding. Daar 3 man. Je ziet AB Vakwerk al naar voren komen. Ja, Johan Knol zat er allemaal nog tussen. In het lichtroze. En Frank toch veel kopwerk gedaan vandaag, hoor. Ja, en ook mooi, en mooi is dat Danny Stammer gewoon tussen zit. Vorige week uitgevallen. Maar nu laat hij gewoon zien, hè. Was ook de verwachting. Er is natuurlijk de overstap gemaakt van de toenmalige Stengel Viking. Ja, ja. Nou, Jillet. Nou, Jillet, er werd veel van verwacht. Moet ook een jeugdig elan weer in de ploeg brengen. Belangrijk ook voor de sfeer. Echte Brabander natuurlijk. En als hij al maar 10% op zijn vader lijkt, dan komt het helemaal goed. Ja, absoluut. Dat doet hij zeker, hoor. Dat heb ik wel gezien. Nou, dat is een beste time van AB. Met Bart Holwerf nu in de laatste positie. Maar dan hebben ze nog wel een jongen van AB direct. Zie je dat? Inderdaad. Ja, Luc de Hari rijdt achter Bart Holwerf om... Om te beschermen. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Dat zal toeval zijn. Ja, dat is jammer. Voor Kasper de Gier. Die heeft het moeten staken inderdaad door de val. 12 rondes nog. Nog 5 kilometer. Hè? Ik vind het toch wel vroeg, hoor. Maar goed, het is een hele terrein. En als je natuurlijk de snelheid goed kan houden en je kan de kopmannen... Dit schaats natuurlijk veel lekkerder dan je, ja, maar ja, dat je aan het vechten bent voor je plekje. Willem Holwerf gaat er, Willem Holwerf schuift wel weer in. Kijk, en nu heb je echt profijt van dat je 2 ploegen hebt, hè. Kijk erachter. Bart de Vries. Marcel van Ham daar, die wil er ook tussen. Nou, jongens. Ja. Dat is wel grappig, maar iedereen wil voor in die bus zitten. Ja. Mark Brugging wil naar voren. Ja, in je eentje valt het niet tussen om in zijn trein te stappen. Nee, dan moet je buitenom. Want dat is ook niet het meest makkelijke. Inderdaad, maar hij plaatst zich er wel. Op. Ja, hij is er nu wel. Maar ja, Mark Brugging gaat op kop rijden, die krijgt een duw. Wat ga jij dan doen? Ja. Kun je wel op kop rijden, maar we gaan niet bij elke halte stoppen. Nee, dan gaan dat werkt natuurlijk niet. Nee. Nou, waarom zou die dan verstoren zijn? Ja, ja. Nou, weet je, dan maak je geen vrienden mee, denk ik. Nee, kijk, hij wil er wel tussen. Ja, maar ja, waar moet hij heen? Ja, dan ga je valt. Ja. Oei. Ja, hij zit aan de binnenkant, hij creëert het zelf. Maar ja, waar moet de ploeg heen? Ja, dan moet je nu met Bart. En dit kost voor Mart ook heel veel energie, hoor, dit. Ja, maar kijk. Lukt je haar, ja. 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 Hoppakee, er wordt even een tikje uitgedeeld. Mark Brugging maakt zich even niet geliefd in het peloton, denk ik, met deze actie. Nee, waarschijnlijk niet. Ja, had beter nog eventjes 10 ronden kunnen wachten. Ja, en haasjes brengen of zo. Hier, de AB
AMB Vakwerk, AMB Direct ploeg. Het lijkt even rust in het peloton. Maar je ziet wel de Nes Bart en Evert en Gary natuurlijk. Die zitten daar wel lekker rustig zo, hè? Ja, en Schout is er nu... Worden goed uit de wind gehouden en die kunnen gewoon zitten niet in die drukte. Ja, en kijk, Luc de Haar kan dat natuurlijk als geen ander. Die is natuurlijk wereldkampioen inlineskaten. Die weet op wereldniveau wat het is om te vechten voor je plek. Ja, en die hebben centimeter nodig en ze schieten ertussen, die jongens. Ja, er wordt nu toch al gelost bij acht rondes nog te gaan. Komt er, ja, die hele ploeg staat er ook klaar voor, hè? Royal Ewer ook met z'n allen. Oké, Fashion. Nee, Willem of Pop. Die zit nog weer voor de Royal Ewer ploeg. Die gaan we toch anders doen dan vorige week. Bouw Select aan de buitenkant. Die maken een hoop extra meters zo. Ja, het is net wat je zegt, dat Marco van der Tuin beter even gewoon rustig kunnen doen en zijn energie daarvoor gebruiken. Maar ze lossen elkaar af, hè, de eerste mannen. Die wisselen. Ja, iedere keer. En als ze nog, zolang ze nog kunnen ze hun afwisselen. Rondetijden op dit moment, het valt mee hoor, 32. Het gaat wel door, maar het is niet Emmert. Die Bouw Select, die wordt maar naar buiten geduwd. Ja, en die moet er misschien, ja. En die Poort of Amsterdam ploeg ook. Die zit er helemaal eigenlijk in één keer omheen rijden, dat moeten ze niet doen, als ze dat kunnen. Ja, maar nu wordt er ook versneld. Ja. Nou, voor wie zitten we maar? Dat is nu de vraag. Dus ze komen er eigenlijk net niet lekker omheen, hè? Nee. Nou, zit er nu wel alles. Er zit nu Poort of Amsterdam op kop. Ja. Er wordt gevochten daar met OK Fashion in dienst bij Luc ten Haar. Het is Judy Klaus. Ja, dan zit hij in zijn eentje. En als hij nu omkijkt, dan denkt hij... Hey, ja, die helpt nu AB eigenlijk alleen maar. Ik ben een aantal boten kwijt uit de avond. Ja, ze hadden er eigenlijk in één keer omheen moeten rijden. Klaus nog steeds aan de leiding. Willem Holwerf daarachter. En Willem denkt zo, nou dat is even lekker. Dan kan ik nog ook een paar ronden even langer mee. Kijk, er komt een valpartij. Ja. Kijk, en er komt Struttiga, die wordt eromheen gebracht. Ja. Een stap van de AB helemaal naar buiten. Ja, ja, twee man. Dat doen ze tactisch slim. Ja, maar ja, aan de andere kant. Ja, dat kost een hoop kracht. Kijk, en dan mag... Royal Ewer het gaan doen. Oké, Bob de Vries. Ja, en ze zijn alleen Stroet kwijt nu op het moment. Ja, en Hekman en Bart Holwerf, die zitten daar natuurlijk nu al enigszins op rozen. En, kijk, Luc de Haar blokt het aan de binnenkant dan voor Struttiga. Ja, Struttiga die zit daar niet helemaal lekker. Nee, die zit even opgesloten. Hij zit opgesloten. Kijk, en nou moet Bob ook even wachten, zie je. Die denkt van we zijn namelijk kopman kwijt. Wat gaan we nu doen? Kijk, en wordt aan de binnenkant wordt nu gestoeid. Kijk, Stroet wordt helemaal weggezet. En dan is Arin is nu ineens aan de leiding. Inderdaad. Het is wat een spectaculaire finale, zeg. Ja, het is wel mooi. Bijzondere finale. Dit is een chaosfinale. Ja. Als je dit op papier zo meteen moet zetten. Ik ben benieuwd of Bob of Jorrit Stroet nog op kan zoeken nu in die finale. Om er toch nog één keer buiten niet. Om te knallen. Bob laat lopen. Bob laat lopen aan de achterkant van Peter. Kijk, Jorrit wil nog wel buitenom, zie je. Kijk eens. Maar waar is Stroet? Tinga. Ariens die denkt, dat zat ik vorige week ook. Oh, Struttiga zit op vijfde positie. Ja, dat gaat nu heel hard. En kijk, daar komt Jorrit buitenom. Ja. Ja. Maar Struttiga durft toch... Ja, maar wie gaan we terughalen? Ja, dat is ook zo. Gaat hij nou weer? Hij doet hetzelfde. Ja, hij doet hetzelfde als vorige week. En Ariens rijdt dan een paar ronden op kop. Ja, en Ariens denkt, wacht eventjes. Ik ga dit niet weer doen. Ariens die heeft deze movement vorige week. Dat is toch wel weer heel slim. Ja, alleen toen had hij Bart Swings erbij. Ja, voor die rijdt Ariens niet dicht. Nee, zeker niet. Dus op dit moment niet. Is het de man die vanmiddag al een 3 kilometer reed. Kijk, Sjoerd de Vries zit natuurlijk ook nog mooi, hè? Ja, dit is het gaan kijken. We zien daar de Ariens. Ja, sluit aan hoor. Laatste ronde. En hij laat lopen. Oeh, hij gaat naar de slink. Hij gaat naar buiten. Zien we naar Kerry Hekman aan de buitenkant samen met Arjan Struttiga. Kijk, Struttiga zit er. Is het Hekman, Struttiga? Hekman, Struttiga. Ingmar Berghard en Bart Holwerf erbij. Struttiga hoor. Ja. Kijk eens even. Ja, maar Bart Holwerf op derde positie. En is het op dit moment? Is het Kerry Hekman, Arjan Struttiga, Bart Holwerf? Kijk eens. Een mispeer van Hekman. Is het Holwerf? Ja, het is Bart Holwerf hoor. Jeetje, knap zeg. Holwerf verslaat hier Arjan Struttiga en Hekman. Officieus, Bart Holwerf, Arjan Struttiga, Kerry Hekman, Jordi Haring, Ruud Dijkstra, wat een finale. Christian Hoekstra, Daniel Jero, Ingmar Berga en Robin Snoek. Top 10.
En toch heel knap gespeeld. Nou, hij maakt hier een misslag. Puntje in het ijs. Ja, Kerry maakt een misslag. Maar ja, dus, gelukkig als de ploeg laat het afmaken. Ja, en het mooie, of het mooie is, als je kijkt naar de ronde, heeft Arjan Stoetegaan wel de snelste ronde. Ja, 1-3. Ja, goed. Dat telt het niet. Dat telt niet. Ze hebben gewoon AB heeft het tactisch heel goed gedaan. Ja. Bart Holwerf, Arjan Stoetonga, Kenny Hekman. Dat betekent ook dat Bart Holwerf de nieuwe leider is in het algemeen klassement. Hij gaat het pak overnemen van de Belg Bart Swinks. Ja, fantastische finale. Ja, en dit is waarom AB Vakwerk ook eigenlijk al werd gezegd. Hier zijn ze zo goed in. Ja. AB heeft eigenlijk de hele wedstrijd gecontroleerd. Roy Boeven, Roy heeft dat toch... goed gedaan. Teun Breedijk blij op het ijs. Ja. Sjoerd en Hertog komt zich melden. Die vindt... En nu is het toch een beteuterde gezichten. Maar aan de andere kant ook wel weer een mooie sprint van die jongsten. Ah, en dan zullen we toch om de cijfers van de laatste ronde van Bart Holwerf gaat in 26-6. Arjan Stoetegaan 26-5 en Kerry Hekman in 26-9. Ah, en ook verrassend, en Ruud Dijkstra op de vijfde positie, Jordi Haring op de vierde positie, Mats Stoltenburg zesde, Christian Hoekstra zevende, Daniel Nero achtste, Ingmar Berga negende en Robin Snoek tiende. Christian Hoekstra, die heeft al een hele stap gemaakt. Ja, hij reed een ijzersterke wedstrijd. Appel. En je ziet aan Kerry die missen, dat kost zoveel energie. Ja, dat hij toch, zijn ploeg maakt het af. Dus ja, kijk, 1 en 3. Dus mooi komt bijna niet, toch? Nee, dat is feest bij AB Vakwerk. Ja, en dan is het natuurlijk de jongste Bart Holwerf. Pakt ook weer heel veel punten natuurlijk voor het jongerenklassement. Maar ik denk dat hij een dusdanige statuur heeft dat hij dat jongerenklassement niet interessant vindt. Nee, hij heeft wel veel meer. Sterker nog, hij rijdt ook al in het oranje. Absoluut. Die kan straks een extra tas vragen bij Teun Breedijk om al die pakken mee naar huis te nemen. Ja, dat is fantastisch. Het was een rare wedstrijd. Veel pogingen, maar uiteindelijk was het toch relatief... Veel aanvallen, maar net niet allemaal. Hè? Hoe zou jij deze wedstrijd omschrijven? Ja, het lijkt een beetje een matte wedstrijd, maar het is gewoon heel zwaar. Je zakt gewoon een halve centimeter weg in het ijs. En je moet alleen maar wegduwen, duwen. Je benen lopen vol. En als je alleen weg bent, dat is gewoon niet te doen bijna. Ja. Het is echt... je zag inderdaad de jongens steeds rooier aanlopen. En toch 9 afvallers, of 10. Ik vind toch wel... je ziet ook wel eens wedstrijden dat er maar 2-3 wedstrijden of afvallers zijn. Dus het was toch wel zwaar. Ja, we gaan luisteren naar wat Bart Holwerf te zeggen heeft over deze wedstrijd. Bart Holwerf, vorige week tweede, vandaag eerste. Wat voor sprint was dat? Ja, dat is super chaotisch. We proberen hem zelf een beetje goed op te zetten met de ploeg. Deze super goed, die hielden het best lang vol. Het was eigenlijk de bedoeling om een beetje chaos te creëren achter ons, dus, en het lukte redelijk. Had jij nou Gary Hekman als knecht voor je zitten? Ah, niet helemaal. We zouden allebei samen een sprint gaan rijden. Maar wel zorgen dat we met 2 man de laatste ronde in zouden gaan, dat we gewoon een dubbele kans hebben. En ik kwam een beetje in het gedrang in de 1 laatste bocht. En ik wist wel genoeg sneller te maken, 1 laatste rechtstuk. En ik had mooie vrije lijn in de bocht, kon ik mooi naar ze toe rijden. En zo kon Gary en Stroeming gaan mooi als richtpunt houden. Jij ging als derde de laatste bocht in volgens mij en je rijdt Gary Hekman en Arjan Stoetega nog voorbij. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, onwijs. Ik wist dat ik snel was, maar het moet altijd nog een keer gebeuren. Je moet maar een keer bewijzen. En, vandaag lukte het. Super gevoel. Ik voelde me goed. En de ploeg hebben super koers gereden en het is echt een teamoverwinning. Dit is mooi. Nou, tot slot, je hebt nu het witte pak aan. Volgende week het oranje pak. Ga je dat pak ook verdedigen? Ja, dat is er heel vroeg voor. Het is gewoon zorgen dat ik eerst de helft van het seizoen gewoon goede wedstrijden rijd en goede klasseringen blijf rijden. Dan komt het klassement vanzelf. Succes en gefeliciteerd. Dankjewel.
Goed, u heeft de winnaar gehoord. Joost, dankjewel. Mooie wedstrijd. Een echte outdoor-wedstrijd. Dat was echt leuk. Leuk om te zien. Een mooie finale. Dus, en gelukkig is iedereen heel gebleven.